Welkom bij Topnames, de hele maand juni nog vanuit de loods in Durgerdam. Te gast is Sam Roon. Sam, je bent van Red Je Pakketje. Waar zit jij op dit moment? Thuis, in Arnhem. Halverwege maart moet ik zeggen, dus ja. Hey, maar red jij zelf niet die pakketjes dan? Blijf jij in Arnhem zitten? Nou, eigenlijk heel simpel. Red Je Pakketje levert pakketjes af op de dag dat ze besteld zijn. Oftewel same day delivery. Dat doen we nu 4 jaar, zijn daar ook marktleider in geworden inmiddels. Tot op heden vooral voor de grotere webshops. Inmiddels hebben we ook een mooie oplossing voor kleinere webshops. Maar we doen dat voor partijen als Bol.com, Amazon, Greetz, Douglas. Ga ze maar door. En dat doen we met 800 geweldige collega's inmiddels. 800? Zo, hey, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat als ik de optie krijg bij een webshop om te kiezen tussen de normale bezorging, namelijk morgen. Als ik dan kies voor vandaag, vaak tegen een extra fee hè, van 4 of 5 euro. Dat dan via jullie loopt? Werkt dat zo? Ja, dus wij zijn inderdaad vaak een specialty, hè, vooral bij de grotere webshops. Ook moet ik wel zeggen, bij de gemiddelde webshops zijn we eigenlijk best concurrerend al op prijs. Waardoor je toch ook wel vaak ziet dat wel webshops eigenlijk helemaal overstappen. Want bij same day delivery is het gewoon een feit dat als iets misgaat, is dat eigenlijk direct een klacht. Dus je moet een onwijze controle hebben over dat pakket. En daardoor is de kwaliteit, ja, die moet gewoon heel erg goed zijn. En wij zitten heel erg sturen op volume, zodat we altijd eigenlijk dat ook aan kunnen. Want anders, ja, dan ga je uit de pas lopen. En dat is ook bij ons wel eens gebeurd natuurlijk. Bij ons gaan ook dingen mis. Maar het is, als het goed gaat, is het ook meteen heel erg prettig. Dus voor veel webshops weegt het op tegen de klantenservice en de kosten van een mislukte sale door transport om toch ietsje meer te betalen. Het gaat helemaal niet vaak, of vaak helemaal niet om veel meer. Nou, juist die betrouwbaarheid lijkt me een dingetje, want hier speelt schaalvoordelen natuurlijk. Hè? Hoe groter je bent, hoe groter je dekking, hoe makkelijker het misschien is om ook die service te bieden. Hoe doe je dat? Een concurrent neerzetten eventjes van PostNL, DHL en UPS. En waarom? Hoe kom je op het idee en hoe begin je dat dan vanaf nul? Want dat lijkt me echt ongelooflijk ingewikkeld. Ja, nou, je begint natuurlijk bij het begin. Ik had zelf een webshop in Amsterdam, Jimmy Joy. We verkochten poedervoedsel en dat deden we over de hele wereld. Waar ik heel veel mee bezig was toen, ook als CEO, was eigenlijk de logistiek. Want dat was, ja, online kun je die klantreis, die kun je van begin tot eind super mooi inrichten. Maar vervolgens, dat pakketje wordt ingepakt. Sommige webshops doen er zelfs een handgeschreven briefje bij bijvoorbeeld. Maar dan gaat het in een doos, die doos die gaat de deur uit. En ja, het lijkt wel een zwart gat en je moet maar hopen dat hij aan de andere kant er veilig en wel uitkomt. En dat was zeker in 2015 het geval, toen ik nog met die webshop veel bezig was. Op een gegeven moment werd ik gewoon zo boos van de kwaliteit die wij kregen. Zeker omdat we echt wel heel veel al uitgaven aan verzendkosten. Dat ik zelf in de auto ben gestapt in Amsterdam en mijn eigen pakketten ben gaan leveren. Dus dat was letterlijk het begin. Vier jaar later, juist ook door het team en mijn compagnons, Kai en Thijs. Ja, dan bouw je samen, bouw je een prachtig bedrijf op. Waar we ontzettend trots op zijn. Het begon met een frustratie en een gevoel, dit kan beter. Hey, zo'n idee bedenken is eenvoudig. Maar het beter doen dan die andere partijen, daar komt toch nog eventjes wel iets bij kijken. Wat heb jij in dat begin geleerd? Of heb je begrip gekregen voor de partijen waar je zo gefrustreerd door raakte? Ja, kijk. Een van de dingen die je natuurlijk wel leert, hè, op het moment dat de echte schaal bij komt kijken. Kijk, we leveren elke dag zo'n 10.000 zendingen af bij mensen thuis. Op een normale dag zitten bij ons ruim 250 bussen op de weg. Dus er gebeurt elke dag wat. Hè, en op een gegeven moment worden de zaken zo groot dat we hebben ook wekelijks wel een ongeluk bijvoorbeeld op de weg. Dus dan vorige week vrijdag is nog een chauffeur van ons helaas aangereden. En meestal komt dat helemaal goed.
Maar wat dat wel ook betekent, en dat is soms best moeilijk uit te leggen, is als je zulke aantallen fysieke producten eigenlijk door je handen gaan, ook al gaat een heel klein percentage mis, ja, dat is een percentage. En er zijn dus mensen die daar de dupe van zijn. En in dat opzicht, kijk, ja, wij werken ernaar om dat zo laag mogelijk te houden. Dat doen de anderen ook. Dus daar heb ik onwijs veel meer begrip voor gekregen dat dingen misgaan. Wat dat daarbinnen wel, ik nog steeds wel vind, is dat hoe je vervolgens daarmee omgaat als er iets misgaat, dat is nog steeds heel relevant. Daar werken wij wel heel hard aan om daarmee om te blijven gaan. Dat gezegd hebbende, ja, wij merken wel dat door die focus te hebben op vooral ook de IT-kant van de onderneming, is er wel heel veel meer mogelijk. Dus als wij gebeld worden, we hebben eigenlijk al vanaf dag 1 was het mogelijk bij ons om een adreswijziging door te voeren terwijl die chauffeur al onderweg was. En dat klinkt eenvoudig, maar als je eenmaal veel mensen op de weg hebt, is dat nog best een opgave. En dan moet je dus continu weten waar in welke auto dat pakketje ligt, welk kenteken dat is en welke chauffeur in die auto zit. En hoe je dat dan kunt aanpassen terwijl die chauffeur onderweg is, zonder hem meteen lastig te vallen, want ja, die wil niet dat hij achter het stuur gebeld wordt. Dus daar zetten wij enorm op in. En dan is toch, moet ik zeggen, gewoon echt heel veel mogelijk. En denk ik van ja, daar hebben we de afgelopen jaren enorm hard aan gewerkt om dat vooral schaalbaarder te maken. Want dat is het trucje eigenlijk natuurlijk. Ja, je zei aan het begin dat je oorspronkelijke motivatie was echt frustratie met de bestaande bezorgpartijen. Wat doen die partijen? Dat is ook een vraag van Johan Schaap trouwens. Ik zit hem er even bij. Wat doen die partijen en waarom? Wat doen ze dat nou zo verschrikkelijk slecht? Zij zijn toch de partijen met de grote resources, budget, IT-afdelingen. Waarom doen zij het niet beter? Nou ja, ik denk, we moeten natuurlijk oppassen. Ik denk dat om nou te zeggen dat ze het enorm slecht doen, is wel heel heftig. Ik denk dat wat zij de volumes die door zij door daar doorheen gaan, dat is ik heb natuurlijk inmiddels best wel wat van die panden gezien en dat is echt immens wat daar aan werk verzet wordt. Dus echt slecht zou ik het niet willen noemen. Alleen wat je merkt is dat zeker voor aan de webshopkant, de meeste vervoerders die dat vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds het geval, denken vanuit de vervoerder. Dat klinkt vrij logisch. Snap ik, maar wij zijn een redpakketje gestart met de gedachte van hey, hoe denkt een webshop? Een webshop wil eigenlijk die ontvanger, die consument, die wil die gelukkig hebben, zodat die snel nog een keer terugkomt. Dus wij zijn gericht, oké, hoe kunnen wij die consument uiteindelijk happy maken? Want dan weten we dat die webshop happy is en dan blijven ze bij ons en gaan ze meer met ons samenwerken. En dat betekent soms dat dingen, zeker op korte termijn of bij kleinere schaal, soms minder efficiënt gaan. We kunnen niet alles doen, hè, want het liefst zou ik ook allemaal tijdvakken aanbieden. Maar dat is op dit moment gewoon echt niet te doen, financieel gezien. Maar wat we wel doen, is bijvoorbeeld een tijdvak van een half uur aanbieden. Als wij heel veel vertraging oplopen, dat tijdvak dat schuift gewoon mee. Dus je hoeft maar een half uurtje thuis te zijn. Als je de hond uit wil laten, geen probleem. Als je boodschappen wil doen, geen probleem. Je weet gewoon vrij nauwkeurig hoe laat wij langskomen. Dat zijn die kleine dingetjes die... Je legt jezelf een target op in feite, want je moet preciezer gaan afleveren. Maar ja, aan de andere kant, hoe moeilijk is het om in een half uur nauwkeurig langs te komen als je die route van tevoren al uitstippelt? Dus dat zijn een paar van die stappen die je wel degelijk kunt zetten om het gewoon echt veel prettiger te maken. Maar dan moet je niet denken vanuit, hoe ga ik mijn operatie zo goedkoop mogelijk opzetten? Ik zie de afgelopen weken dat door de COVID-19 corona-drukte de traditionele partijen de grootste moeite hebben om op tijd te bezorgen en dat het allemaal kritischer is geworden. Wat is er bij jullie gebeurd de afgelopen maanden, sinds half maart? Ja, nou, we hebben behoorlijk gepiekt, dat kan ik wel zeggen, dus... We zitten nu 250% boven vorig jaar, waar wij normaal al hard groeien met zeg maar 100%. We zijn het jongste bedrijf in de top 250 snelste groeiers van Nederland. Alleen, normaal 100%, nu 250, dat is wel echt immens. En we zijn ook gewoon ruimschoots verdubbeld ten opzichte van februari, waar we nu staan. En op het hoogtepunt zelfs bijna keer 3.
En dus wat dat betekent voor een operatie als die van ons. Ja, wij hebben in alleen april al 180 mensen aangenomen. Dat is best wel intens. Dus je merkt dat ik aan alle kanten piep en krijg door recruiters die het onwijs zwaar hadden en toch die jongens goed probeerden in te werken. Dus dat was wel heftig. En tegelijkertijd hadden wij we hebben twee trajecten tegelijk gehad. We hebben ook Ritje Boeketje opgezet in de tussentijd om de telers in Nederland te helpen en tegelijkertijd eenzame ouderen hart onder de riem te steken. Dat was eigenlijk een extra boost. Daarmee de eerste vier weken hadden we 53.000 boeketten verkocht. Dus dat kwam er nog eens bovenop als het ware. En tegelijkertijd hadden we net begin dit jaar zijn we gestart met een drop-off netwerk waar kleinere webshops kunnen afleveren. Dus we hadden eigenlijk zo'n perfect storm bijna. Maar ik kan alleen maar onwijs veel respect uitspreken voor het team. We zien inderdaad ook andere vervoerders zijn enorm aan het pieken. Maar ik merk dat wij in ieder geval het tot nu toe hebben overleefd. We hebben wel echt zware dagen gehad. En het team heeft onwijs zwaar gehad. Maar het is vooralsnog gewoon gelukt. Ja, we kunnen ook niet onbenoemd laten. Er is best af en toe kritiek op de grote pakketbezorgers. Met name vanwege de arbeidsomstandigheden van het personeel. Dat zijn allemaal ZZP'ers die uitgebuit worden. Althans, zo staat het al in de krant. Slechte betalingen, eigen busjes, lange dagen, onzekerheid. Ja. Werken jullie ook op die manier? Nee, we hebben vanaf dag 1 gezegd. Als je kwaliteit wil, dan moet je zorgen dat diegene aan de deur bezig is met een pakketje afleveren en niet bezig is met zijn eigen portemonnee beschermen, omdat hij anders gewoon zijn brood niet kon betalen. Dus dat betekende voor ons heel simpel, niet betalen per pakket, maar gewoon per uur. En als hij die route niet kan halen, of hij moet er te hard voor rijden, dan is dat onze schuld. En dus moeten wij die route maken die haalbaar is. En ja, we zien verschil tussen chauffeurs en proberen iedereen natuurlijk zo goed mogelijk te afleveren. Maar belangrijk is wel dat daarin wij die verantwoordelijkheid over die chauffeur nemen. Dus de chauffeurs zijn bij ons in loondienst, altijd al geweest. We hebben op echt hele grote piekdagen in december na gebruiken wij ook eigenlijk helemaal geen uitzendkrachten bijvoorbeeld. Sorry dat je onderbreekt, maar hoe kun je dan concurrerend zijn met de grote partijen? Want ik neem aan dat de grote partijen met freelancers, ZZP'ers en dat soort mensen werken omdat het goedkoper is. Ja, is ook zo. Ja. Dus wat wij gewoon zeggen, toen wij starten, wij zijn heel competitief gestart. Toen waren we ook, ik was het bedrijf in het begin, ik was de eerste chauffeur en later de eerste klantenservice medewerker en daarna pas kregen wij een team. Dus dat kon. En naarmate wij verder kwamen, zijn wij de producten uit gaan bereiden. Dus je merkt bijvoorbeeld, we zijn vrij groot in vers producten, we zijn vrij groot in bloemen. Dus we hebben een paar trajecten waar we onwijs sterk in zijn geworden. En we hebben ook heel bewust bijvoorbeeld niet zoveel achter fashion aangezeten. Want fashion, daar zitten ze allemaal heel erg op de marge. Want het product komt veel retour en dergelijke. Dus dat begrijpen we heel erg goed. Alleen, wij zeggen van ja, wij willen een bepaalde kwaliteit leveren. Daarvoor moeten wij onze spullen op orde hebben. Maar ook ons team moet normaal betaald worden. En dus het staat daar een bepaalde prijs tegenover. En die is veel lager dan 2013, 2014 prijzen die toen in de markt zaten. Dat was echt €9, €13 zelfs worden. Wij zitten gemiddeld tussen de €6 en €8 afhankelijk van het volume. Waar deze partijen over het algemeen €4,5 tot €6,5 betalen voor Next Day. Dus je hebt een snellere propositie. Terwijl de prijs zit daar niet heel ver vanaf. Maar door dat extra beetje te betalen, ja, onze operatie aan zich is gek genoeg best goedkoop ingestoken. Dus door onze hubs zijn relatief klein, omdat die pakketten moeten in een hele korte tijd doorheen stromen. Dus we hebben niet de tijd om rustig vrachtwagens uit te laden, dan te starten met sorteren en aan het einde van de nacht weer alles netjes in routes, of in de ochtend zelfs in routes plaatsen. Nee, we moeten terwijl we aan het sorteren zijn alweer de eerste auto's inladen, omdat je gewoon, anders red je het niet qua tijd. En dat zijn een paar van die voordelen die je juist vanuit die snelheid haalt. Waardoor wij tot nu toe, we hoeven niet de goedkoopste te zijn, dus dat zijn we ook niet.
En tegelijkertijd, ja, ook als er wel op prijs geconcurreerd wordt, zeg maar, dan ja, winnen we tot nu toe toch wel vaak gewoon op de aanbieding die we kunnen maken in de kwaliteit en in de service levels. Als je, ik zat een ding af te vragen, een aantal van de grote partijen, zeg maar, de meeste daarvan bestaan al wat langer. Ik heb recentelijk een ontluisterende ervaring gehad met een van die partijen. Ik zal verder geen namen noemen, maar ik zat mij toen af te vragen, bij hun af te vragen, gebruikt niemand van dat bedrijf zelf die software of zo? Weet je wel, laat die directeur eens een keertje zelf dit rondje lopen. Maar als ik jou nu hoor, vraag ik me af, hoe groot is het voordeel dat jij eigenlijk in de latere fase begonnen bent met een soort, als een digitale, deels digitale onderneming begonnen bent versus een bedrijf wat van origine dat niet is en later eigenlijk gedigitaliseerd is. Hoe zit daar voordeel aan wat jou betreft? Ja, dus dat had niet anders niet gekund. Ik denk dat kunnen best open in zijn. Weet je, wat we merken bijvoorbeeld, van oudsher had je natuurlijk postcodegebieden, die worden nog steeds echt onwijs veel gebruikt door partijen. Wij gebruiken ze ook, maar dan alleen maar om grote gebieden op te snijden, want dan weten we dat is een makkelijke manier om de IT op te snijden. We kunnen dat ook met geolocaties doen, dus het maakt allemaal eigenlijk geen fluit uit. Maar wat wij doen, wij werken met routes. En in buitengebieden kan een chauffeur wel de 4 steden of 4 dorpen heen reizen in zijn shift. Dat is met een postcodegebied onmogelijk. Daar in een postcodegebied, daar ga je zo'n pakketje sorteren en voor postcode 110 heb je 10 pakketjes of 40 pakketjes of wat dan ook. Misschien ligt er wel eentje heel dichtbij, maar dat is een ander gebied, dus die gaan naar een andere ZZP of subcontractor, wat dan ook. Dat zijn ontwikkelingen die natuurlijk de laatste jaren pas, het is al tientallen jaren in ontwikkeling, maar eigenlijk nu pas komen ze zo gemakkelijk toegankelijk beschikbaar wij hebben zelf onze hele IT daar echt om die principes heen gebouwd. Dat je dat gewoon zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk kan aansturen. Waardoor ook bij ons wordt er door één iemand aan het einde van de middag op de knop gedrukt. En een kwartier later, dus letterlijk een kwartier, hebben wij voor alle 200-300 chauffeurs een route. Nou, dat zijn, zelfs toen wij begonnen was dat niet mogelijk. Waren we al 2 uur ermee bezig. Dus die ontwikkeling gaat zo hard. Dat wij ook gewoon zien, het is onwijs leuk om daar gebruik van te kunnen maken. Maar ja, zonder had het ook niet gekund. En dit is maar één voorbeeld natuurlijk. Je ziet wel vaak, Sam, dat weet je, als je een challenger bent en je bent relatief klein, ben je ook wendbaar. En dan kun je doorontwikkelen op die software en op de zaken die je nu net hartstikke mooi beschrijft. Waar jullie denk ik ook heel goed in zijn. Maar als je steeds verdubbelt, je verdubbelde in omzet in 2019, je zei net dat je ook verdubbeld bent sinds februari, en je wordt groter, word je vaak ook wat minder flexibel. Hoe denk jij dat risico te beheersen, zeg maar? Te voorkomen dat jullie ook een grote bureaucratische zorgdienst worden? Ja, dus het is wel een mooie test altijd. Hè. Ik denk dat Redje Boeketje is zo'n test geweest, ook voor mezelf. Redje Boeketje, ik werd gebeld op een donderdagavond. Leg ik even uit wat dat was? Ja, dus Redje Boeketje is ons initiatief om de telers te helpen in de crisis. Hè. De Nederlandse sierteelt is een groot exportproduct voor ons als land. En tijdens de lockdown van de verschillende landen viel die export weg. En daarmee op zijn piek 84-86% van de totale omzet, zeg maar, van heel veel van de 4000 telers die we in Nederland hebben. Dus er werden letterlijk. Fascinerend hoor, dat je midden in een crisis in je eigen bezorgdienst explodeert. En je denkt, ach, weet je wat, we doen er even een hobbyprojectje bij. Ja, ja, ja. Het was bezopen wat we daar ook mee hebben gemaakt. Maar het is wel denk ik een van de dingen waar ik het meest trots op ben het afgelopen jaar. Ja, kan ik me wel voorstellen trouwens. Ja, ja. Ik werd gebeld van: hey, kun je hier wat mee? En ja, ik dacht, hartstikke leuk, wij leveren meer bloemen, dus waarom niet? Maar ja, het probleem zat hem in een verkoopkanaal. Dus ik gooide op Young Creators Group op Facebook, gooide ik de oproep van, hey, heeft iemand zin om bloemen te verkopen? En daar kwamen echt zoveel reacties op binnen. En ideeën, zelfs Redje Boeketje, ik heb het niet zelf bedacht. Iemand op Facebook heeft gegooid dat in die groep erbij. Het domein was beschikbaar, we hebben hem geregistreerd en we zijn gaan bouwen.
Een trouwfotograaf die doneerde de foto's van de boeketten en zo. En letterlijk 24 uur later stond die site. En konden we live. En ja, die site, zoals ik al zei, in 4 weken 53.000 boeketten. Dat komt neer op 800.000 euro omzet. In 4 weken tijd. Wat in 24 uur gebouwd was. En ook nog leveren. Ja, dat was zo'n onwijs gaaf project. We hebben natuurlijk dat hele weekend nog keihard door moeten bouwen. Want die eerste 1000 boeketten waren in 24 uur verkocht. Maar ja, daar kom je er opeens achter natuurlijk dat iedereen die een webshop heeft met 1000 verkopen per dag, die weet dat daar best wel wat bij komt kijken. Bij ons moesten die bloemen ingekocht worden op de bloemenveiling. Dat moest tegen eerlijke prijzen gaan, want we wouden juist natuurlijk niet die telers tekort doen. Moesten samengevoegd worden, noem maar op. En ja, wij leveren pakketjes. Wij verkopen niks online. Dus dat is een ja, dat is wel eens een bijzonder project, moet ik zeggen. Maar ja, onwijs leuk. En we hadden een persbericht naar 1500 journalisten eruit gegooid op vrijdagavond. Dus de week erop stond voor mij een teken van interview naar interview gaan. ik heb er 30 in een week gedaan. En ja, dat was... ja, was wel heel gaaf. Ook op Hart van Nederland zijn we geweest. Van alles. Echt onwijs leuk. En, maar dat was echt zo'n test. Dat was een test van hoe kunnen wij nog schakelen. Ja, wat ik merk is... Dat eigenlijk in de hele coronacrisis hebben we dat veel gemerkt. Ook voor onze eigen operatie. Een van de slechtste dingen om te doen is geen keuze maken. Dus wat wij gewoon heel snel deden was ook grote moeilijke keuzes. Snel de informatie verzamelen, maar ook als die incompleet was. Dan maar met 50% van de informatie de keuze. Maar net als onze premier zo mooi verwoordde. 50% van de informatie, 100% van de keuzes maken. Ja, dat is wel een feit waar je mee te dealen hebt. En ook al zitten wij in een relatief grote scale-up inmiddels. Ja, ook wij moesten schakelen. En dat deden we gelukkig echt onwijs snel. En daarmee hebben we op verschillende kansen in kunnen springen. En konden we toch nog die vaart maken. Hoe je dat garandeert naar de toekomst? Ja, dat is... er zijn genoeg bedrijven die hebben laten zien dat het wel kan. Maar dan moet het in je DNA zitten. En ik geloof dat bij ons dat tot nu toe echt in de DNA van het bedrijf zit. Er wordt continu nagedacht van... Hey, hoe kunnen wij onze eigen diensten vernieuwen? Ik denk dat een van de grootste sprongen is nu vanavond bezorgd. Dat wij recentelijk hebben gelanceerd voor de kleine webshop. Dat is gewoon op dit moment 36% van alle online bestellingen worden geplaatst na 8 uur 's avonds. Of 7 uur 's avonds, excuus. Terwijl deze webshops worden over het algemeen door mensen gerund vanuit een kantoor of vanuit een winkel. Die gaan om 6 uur naar huis. Dus dan gaat de webshop op slot. En zelfs als zij door willen werken, het postkantoor gaat dicht. Dus daarna kunnen ze eigenlijk niet eens meer versturen. Maar ja, als jij een tas verkoopt en jij om 8 uur 's avonds komt iemand op jouw site, die wil wel die lokale ondernemers steunen. Maar die kan in feite dezelfde tas de volgende dag al in huis hebben als die hem toch bij een grote webshop bestelt. Dan is de kans van heel groot vanuit gemaksoverweging toch voor die grote klant te kiezen. Die vraag kregen wij de afgelopen 4 jaar heel vaak. Maar we hadden niet echt een oplossing. En nu hebben we in hele korte tijd, in totaal nu bijna 80 drop-off points geopend. En dat zijn eigenlijk klanten van ons die zeggen, hey, je mag bij ons ook een pakketje aan afleveren. Dus dat is echt een netwerk van ondernemers voor ondernemers. En op die manier maken we eigenlijk samen, geven we echt die... Ja, maak van die Nederlandse e-commerce gewoon weer een level playing field. En kan iedereen weer meedoen. Want in plaats van dus 's avonds je pakketje inpakken, kun je dus 's ochtends om 9 uur je winkel in of je kantoor binnen. Pak rustig je bestellingen in. Levert die in bij een punt van ons. Dat kan meestal tot 12 uur 's middags. En wij zorgen ervoor dat die dezelfde dag nog geleverd wordt. En dan kun je dus allemaal tot 12 uur besteld morgen in huis aanbieden zonder de hele nacht in je warehouse te staan. Ja, dat lijkt me als ondernemer buitengewoon aangenaam, inderdaad. Ja. En een belangrijke reden om voor jullie te kiezen. Johan Schaap die vraagt: van als jullie zo hard groeien, dan moet je wel internationaal, toch? Ja, dat is natuurlijk. Ik roep het zelf België in ieder geval al sinds jaar 1. Maar de werkelijkheid is ook, ja, juist omdat we zo hard groeien binnen Nederland. We groeien nu
We komen nu zeg maar in de buurt. We hebben op bepaalde dagen zeg maar 1% marketing zelf. En dat zijn nu nog de uitschieters. Maar we komen in de buurt dat we straks 1% van alle pakketjes in Nederland leveren. Ja, we groeien hard. Ja, internationaal is het nog veel groter. Vergt ook enorme investeringen. Die ik heel graag zou willen gaan maken. Maar wat wel is, dus ja, ook in Nederland groeien we nog enorm hard. En we hebben straks pas 1%. En DHL en PostNL hebben samen 90% van die markt. Dus het lijkt mij best leuk om heel gauw in ieder geval nummer 3 te worden en al dan niet groter. Ik wil heel graag internationaal, maar we moeten wel de juiste route vinden. Want de opzet in Nederland is onwijs duur om zo'n netwerk eerst op te bouwen in een land en dan klanten te gaan werven, in feite, wat we in Nederland hebben gedaan. Dat was echt een hele dure opzet. Het was wel kwalitatief enorm sterk. Maar ja, persoonlijk denk ik ook, als wij een manier kunnen vinden dat wij eerst volume kunnen creëren, of dat je kunt samenwerken met partijen, dat is nog het mooiste. Daar sta ik niet negatief tegenover. Nou, hoe hebben jullie die groei in Nederland gefinancierd, Sam? Want ik las ergens een artikeltje, geloof ik, dat jullie 2 of 3 jaar geleden nog helemaal wakker lagen van een investering van 4 ton die je moest doen in elektrische busjes. Groeien kost heel veel geld. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, we hebben door de jaren heen verschillende investeringsrondes gedaan. Het eerste jaar hebben we zelf gefinancierd met founders. En daarna zijn we investeerders gaan aantrekken. En daarmee hebben we behoorlijk wat miljoenen inmiddels opgehaald. Kijk, wat bij ons een makkelijke structuur natuurlijk was, is dat de omzet gaat door het dak. Terwijl de kostprijs naarmate je meer aflevert per route, daalt. Dus je ziet gewoon die twee trends super clean en met elkaar lopen. Dus dat geld ophalen was voor ons. Dat is natuurlijk een heel goed verhaal naar investeerders. Het was wel winstgevend genoeg om je eigen groei te financieren? Of moet er nog steeds geld bij? Nee, we investeren nog steeds. We investeren nog steeds door. En kijk, als je België erbij gaat doen, gooi dan maar weer een paar miljoen bovenop. Want dan ga je echt weer door zo'n kost voor de baat. Je kunt er allerlei mooie termen voor maken. Ik weet wel dat een van de redenen, ACM schreef in 2017 nog, in het jaaroverzicht voor pakketten, de pakkettenmonitor heet het dan, 2017 of 2016, schreven ze nog dat landelijke nieuwe toetreders met eigen netwerk, dat nog niet in het voorschiet lag, want de opstartkosten waren zo hoog. En dat is exact wat we toen al aan het doen waren. Dus ik weet nog wel dat we toen heel hard hebben gelachen met z'n allen. Want ja, het is echt moeilijk. En daarom zie je ook weinig start-ups in deze scene. Maar ja, tegelijk, als het makkelijk was, deed iedereen het wel. Wat mij ook nog wel raakte, was dat jij ergens zei dat je de ambitie hebt om binnen 2 of 3 jaar, weet ik niet meer, ook CO2-neutraal te zijn. Ja, klopt. Je bent van de grote ambities, maar dat lijkt me best een dingetje. Want ja. Dat betekent een totaal ander wagenpark, volledig elektrisch, noem maar op. Hoe ga je dat doen? Ja, nou ja, dat is wel leuk, want ik ben daar sinds december 2018 ook zelf heel veel mee bezig. We zijn nu op het punt om... Hoe doe je dat trouwens, puur uit, laat ik het zeggen, idealistische overwegingen? Dat je echt vindt dat je als bedrijf CO2-neutraal moet zijn? Of zijn er andere redenen? Commercieel gezien is het echt questionable. Hè? Dus commercieel gezien, er zijn wel partijen. Ik weet bijvoorbeeld dat Bol heeft vandaag nog een mooie lancering gedaan. Waar de meeste partijen met een duurzamere visie meer promoten. Bijenkorf natuurlijk bijvoorbeeld heel sterk in. Dat is nog geen klant van ons hoor. Maar er zijn wel partijen die daar heel erg mee bezig zijn. Maar ik merk ook, je krijgt er geen geld extra voor. En er zijn verschillende onderzoeken geweest dat ook de consument er toch weinig voor over heeft als het gaat om logistiek. Dus daarvoor kan het niet. Ik moet wel zeggen, nu met de dieselprijs is dat even anders. Maar toen wij startten, waren verschillende busjes elektrisch. Was de TCO, dus de Total Cost of Ownership. Gedurende de periode dat je zo'n auto dus rijdt, dat die eigenlijk goedkoper was dan een dieselbus. Dus operationeel gezien heb je een mooie. Het verhaal is natuurlijk prachtig. En daarnaast persoonlijk, voor mij als ondernemer en naast mij ook mijn compagnons, waarvan eentje mijn broer Kai. Onze allereerste onderneming was Fairmobile. Daarmee schonken we Fairtrade een eco-gecertificeerde koffie van Pezen.
De reden was letterlijk van ja, wij wouden iets leuks doen waarbij wij geld konden verdienen en tegelijkertijd niet de achterop uit gaan, maar juist iets moois doen. En in ieder geval, dat was 2011, dus was Max Havelaar heel erg opkomend in Fairtrade. Dus de koffie was toen ons middel. Daarna Jimmy Joy was enorm, veel minder verpakkingsmateriaal voor je voeding. Het was enorme lage uitstoot, dus dat was helemaal gericht, of dat was niet daarop gericht, maar persoonlijk, ik geloof er niet zo in dat het vanuit je marketing kan moet komen. Ik ben natuurlijk, volgens mij ben ik zelf millennial, dat weet ik trouwens niet, maar ik ben nog relatief jong met 27 jaar. Dat is gewoon een beetje eigenlijk. Je merkt gewoon, het is een beetje toch, ja, het is eigenlijk een hele makkelijke manier om toch een grote impact te hebben op de wereld. En ik weet niet, ik vind als het uitkomt financieel, het past in het verhaal en je kan het doen, dan ben je gek als je het niet doet. Dus ik weet niet of, Ik geloof er heilig in hoor. Als ik de keuze zou krijgen bij Coolblue, vind ik het ook fantastisch dat ze de pakketten die daar geschreven zijn, gewoon met de fietscourier langs sturen. Zelfs in een buitengebied in Amsterdam-Noord, waar ik woon. Ja. Als ik de keuze heb, kies ik voor CO2-neutrale bezorging. Dus, heel leuk. Dat is ondersteuning van jouw ideaal. Geweldig. Ja, dan krijg je daarna de keuze is, je krijgt hem vanavond bezorgd of morgen CO2-neutraal. Ja, dan krijg je dat weer tegen. Ik vind het zo'n flauwekul. Maar dat lossen wij dan op, hè? Voor de snelste bezorging. Nou, dit hebben we. Wat maakt mij dat nou uit? 9 van de 10 pakketjes maakt toch helemaal niet uit of je ze morgen. Zou kunnen steken, maar we hebben nu toevallig een gast die hier zijn business mee maakt. Sorry, Bas, we moeten even met elkaar doen. Wat ik wel bijvoorbeeld een hele interessante gedachtegang vind. Wij hebben dus die controle op die pakketten. Kijk, wij willen nu, we willen heel graag ook, we hebben onze hele opzet, inclusief de hubs, ook qua veiligheid nergens opgezet, een snelle doorstroom van die goederen. Als je dus pakketten vast moet houden, dat is niet ideaal voor ons. Maar desondanks kijken we echt wel naar mogelijkheden, hoe je bijvoorbeeld kunt kijken van, je kunt vandaag krijgen, maar wat nou als we zeggen, binnen 5 dagen bijvoorbeeld, en dat jullie het moment uitkiezen dat jullie toch al in de straat zijn bijvoorbeeld. Mag ik iets heel raars voorleggen, Sam? Erwin en ik zijn, als veel van onze vrienden weten, ook bezig met een innovatiestudio voor de sportwereld, voor de sportbonden. En niet zo lang geleden kwam hier eigenlijk het idee op dat als je nou eens, bewegen is belangrijk. We weten dat het heel belangrijk is voor een gezonde samenleving, voor de volksgezondheid, noem maar op. Ook in coronatijd blijkt dat mensen weer veel minder zijn gaan sporten. Als je nou als klant de keuze zou hebben, van er komt gewoon een wandelaar langs en dat zou je dan in samenwerking met de Wandelbond kunnen doen. Gewoon iemand die komt gewoon wandelend met zijn rugzakje jouw pakketje langs brengen. Dat is niet vandaag, misschien ook niet morgen, maar overmorgen. Mm-hmm. Waarom geven we eigenlijk, als je de consumenten die keuze zou geven, zou jij iets zien in dat soort proposities? Ja, zeker. Ja, ik geloof ook in die zin in combinaties. Hè. Dus we hebben nu een stagiair die doet onderzoek naar vanaf een bus, een pakket eigenlijk vanuit een bus ophalen als het ware en dan afleveren bij een klant. Dan heb je een route en dan is één pakket afwijkend en dan die oplossen. Dus of dat nou met een voetganger of een fietser of wat dan ook is, waardoor die auto eigenlijk efficiënter rijdt en dan een combinatie, zeg maar, het hybride model. Hetzelfde zou met zo'n oplossing als je nu zegt zijn. Ik denk dat we moeten naar al die oplossingen kijken, want het mensen onderschatten, we hebben nu al zo veel bussen in de straat met z'n allen. Overigens, procentueel gezien valt het mee, maar omdat ze op midden op de straat staan, is het dus, valt het zo erg op en is het ook heel vervelend. Dus dat snap ik heel goed. Maar we staan pas aan het beginnen. Het is maar een kwart van de non-food producten die online besteld worden. En het is nog steeds hard groeiende. Dus dat gaat nog wel wat heftiger worden. Nu tijdens corona natuurlijk heeft niemand last van gehad, maar is het echt door het dak gegaan. Maar we zien het niet helemaal terug meer zakken. En ik denk dat we alle oplossingen nodig hebben. En ook veel meer samenwerking. Om uiteindelijk het hele probleem gezamenlijk op te vangen. Daar staan wij enorm voor open om naar andere oplossingen te kijken. Zodra je zo'n oplossing kijkt, dan je hebt wel wat beren op de weg. Die moet je met elkaar. Dat is het leuke van Jonas Schaven. Uiteindelijk, we praten daar nog wel een keertje over door, Sam. Dat lijkt me hartstikke leuk.
Uiteindelijk heb je natuurlijk bij zo'n wandelbond, je hebt gewoon 30.000 wandelaars. Die misschien in samenwerking met hun zou je misschien prima een fijnmazig net van bezorging kunnen opzetten. Dus we praten van andere keer over door. Ik zie me tot mijn schrik op de klok. Ja, we hebben best wel een paar minuten verloren, maar 38 minuten is wel een record, denk ik. half uur gaat snel, zeggen we altijd. Vandaag ik vond het ook leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, hartstikke leuk, Sam. Hey, ontzettend bedankt, man. En weet je, het mooie is, daarom vinden wij dit zelf zo leuk. Ik had eerlijk gezegd nog niet van je bedrijf gehoord voor vandaag. En ik ben super enthousiast over de dingen die je doet en de moeilijke route die je gekozen hebt. En de uitwerking vind ik ook indrukwekkend. Dus een mooi verhaal. Dankjewel. Super. Heel erg bedankt. Ja, jullie bedankt voor het kijken. We doen, zoals gezegd, de hele maand juni doen we nog. Dat is altijd zo, want in juli en augustus stoppen we altijd met topnames. Iedere dinsdagavond vanaf 9:00 twee interviews. En alle interviews terug te zien via YouTube of fastmovingtargets.nl. En we bedanken zoals altijd Jetstream, PQR, Bier & Co. en Freedom Lab en The Loads in Durgedam voor hun steun van topnames en Fast Moving Targets. Even kijken, Stekel. Ik moet eventjes mijn dingetje klaarzetten. Maar ik zou daar even op zoeken. Of doe jij hem? Je bent nu... Nee, ik weet niet hoe het werkt. Oké. Goed. Tot de volgende keer.